Kloosterzande. De vier man dus rijden Kloosterzande binnen. En dan kunnen we zo direct eens gaan kijken hoe het dan gaat als ze met de wind aan de zij gaan rijden. Ze krijgen zo direct de wind eerst nog een beetje van achter naar Hengstdijk. En dan bij de afslag naar Zaamslag, dan wordt het interessant, want dan krijgen ze hem in de zij. En dan kan je dus een waaier strekken op peloton. Kloosterzande, Hengstdijk. Vier man. Als u nog niet eerder naar het fietsen vandaag hebt gekeken, het is een jonge Oekraïner, Grabowski. Een oude Belg, Eekhout. Een jonge Fransman, Police. En een kakelverse professional, Longo uit Italië, die hier achterop rijdt, die bij Lampre rijdt. Die mannen zijn bij het vertrek vanochtend. 158 man gingen weg uit Maldegem, bijna meteen gaan lopen. Hebben 7.25 gekregen. En die 7.25 is tot 2 minuten in een te snel tempo gegaan. Waardoor nu het gevaar ontstaat dat we al een compleet peloton krijgen met nog 30 kilometer voor de wielen. En dat willen zeker de grote ploegen nog niet. Want dat geeft alleen maar onrust aan. En onrust in een stuk Nederland waar de wegen smal zijn. Dat werkt valpartijen in de hand. En ook die renners denken, kijk, dit bij deze paaltjes, bij deze, laat ik zeggen, verkeerszuiltjes, waardoor wij weten dat we dan op moeten letten en links of rechts van een paaltje moeten gaan, daar heeft dat peloton straks wat meer moeite mee. Niet alleen met de technische uitvoering, maar ook met de gedachte waarom wij zo'n paaltje er neerzetten. Toen ze 7 minuten hadden, toen dacht men in het peloton, en nu is het wel goed. En toen was het ook meteen in een tijd van 12 kilometer dat er 2 minuten afgereden werden. Dat zie je niet vaak, maar toen zijn ze heel hard aan de wind gaan rijden, het peloton. En nogmaals, ze zijn niet gevaarlijk, de renners die u daar in beeld had. Nu het peloton bij Kloosterzand. Ziet u, het wordt ineens 2.25, terwijl dat toch 2 minuten geleden ook zo was. Dat is natuurlijk ook een gevolg van de communicatie met de ploegleiders. Dus die zitten ook te rekenen. En Rudy Kemna, de ploegleider van de skillploeg, zal zeggen van jongens, niet te hard, niet te rap, niet te snel oprapen, want dan moet je wat anders gaan doen. Dan moet je namelijk anders gaan controleren. Knaven aan de leiding. Knaven en Den Bakker, ze waren gezworen kameraden in de TVM-ploeg van baas Bos. En ze rijden nu als veteranen hun laatste kilometers van hun lange bestaan in de Eneco Tour door in Nederland. Den Bakker is heel erg hard bezig geweest in de eerste echte etappe. Daar waar Knaven volgens mij 13 minuten verloor. Maar die reed weer een hele acceptabele proloog. Knaven kijkt niet naar een klassement. Knaven weet wat zijn rol in deze ploeg is. Die moet daar op kop rijden. Die moet de boel bij elkaar houden. En dan moet dat kleine Britse rotjochie, Cavendish, die moet het zien af te maken. Te leren, zoals u ziet. Ze weten dat er een bepaalde techniek vereist is om door zo'n wegversmalling door te komen. Je kunt of in het midden gaan rijden of links van de paaltjes. Daar is er weer een.